Voor het eerst heeft het RIVM cijfers bekendgemaakt wat betreft de vaccinatiegraad per gemeente. En wat blijkt, de laagste vaccinatiegraad is hier op Urk. 20%, geloof ik. Ja, dat klopt, daar zijn we ook trots op. Daar ben je trots op. Kan je dat uitleggen? Ja, wij zijn gewoon een stuk gezonder bezig, denk ik. Ja. Wij eten geen B-producten. Mm-hmm. Allemaal vers, vis. Heb je ook niet een soort... misschien een beetje naar woord, maar solidair gevoel met de rest van Nederland. Van dan doen we het in ieder geval voor hen. Ja, dat is een mooie vraag. Of je dat al, die is lekker, hè, die vraag? Die is heel goed. Succes. Ja, dat moet je voor een ander doen. En wij doen helemaal niks voor een ander eigenlijk. Hoe kan het nou dat hier dan die vaccinatiegraad zo laag is? Hè? 20% van de 12-plussers, geloof ik. Ik heb geen idee. Daar kijk ik niet zo erg op, zeg maar. Of is het ook dat Urk is natuurlijk een hele jonge gemeente, hè? Mm-hmm. En dat jongeren gewoon zich minder laten vaccineren? Ja, dat ligt echt gewoon aan het persoon zelf, zeg maar. Waarom zou ik voor een ander de prik nemen? Waarom zou ik dat ik denk van een ander zou nu anders naar mij gaan kijken omdat ik de prik genomen heb? Mm-hmm. Nou, met dat idee, op die manier doen wij niks voor een ander natuurlijk. Nee, maar ik bedoel meer dan doe je het voor iemand, een vrouwtje van 80, die anders doodgaat. Ja, precies. Nou ja. Als dat het geval zou zijn, dan zou ik nog over na willen denken. In principe is dat het geval, toch? In principe wel, ja. Maar toch geen prik? Nee. Nooit? Nee, ik begin er niet aan. In algemene zin, waarom laten mensen zich niet vaccineren, nog steeds niet vaccineren? Nou, sommige mensen zijn denk ik niet goed geïnformeerd als je naar alle leeftijdsgroepen kijkt. Men heeft soms angsten die niet helemaal kloppen over vaccins en over de bijwerkingen. Ja. Maar bijvoorbeeld bij de jongeren, daar hoor je toch wel vaak van ja, ik word niet ernstig ziek, dus waarom zou ik het gaan doen? Ik heb het niet nodig. Ja. Mensen kunnen bang zijn voor de bijwerkingen. Het kan een geloofsovertuiging zijn dat mensen het niet doen. Nou, dat soort redenen. Ja. Hoe kan dit? Dat die vaccinatiegraad zo laag is? Ja, dat weet ik niet. Ze geloven er niet in, denk ik. Ja, ze hebben allemaal complottheorieën en zo. Ja, je maakt het alleen maar moeilijker. Merk je dat vaak hier om je heen? Wat? Nou, merk je vaak om je heen dat men er niet in gelooft? Ja, mijn hele gezin is er tegen dat ik het gedaan heb. Maar ik heb het toch gewoon gedaan. Word je een beetje raar aangekeken dan? Ja. Wat zeggen ze? Ze vinden het helemaal gek dat ik het heb gedaan en dat mijn lichaam verpest. Ja, Urk is gewoon Urk en dat weet ik niet. Dat verandert nooit of zo. Nee. Ben jij gevaccineerd? Nee, maar het is ook niet dat ik er tegen ben of zo. Oké. En waarom ben je dan niet gevaccineerd? Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik vind het ook niet erg. Ik zou nu een vaccinatie nemen als het moet, zeg maar. Maar het is gewoon... Maar toch heb je hem niet? Ja. Maar waarom is dat dan? Ja, ik weet niet. Ik ben zelf ook gewoon gezond en zo. En ja. Ik weet niet of het dan veel uitmaakt. Nog steeds merk je, ook recent voor jongeren, tussen de 12 en de 18 heb ik een jongerencollege gegeven. Die mocht ook een vraag stellen. Dan denk je toch, oh ja, er komen allerlei vragen tevoorschijn van kunnen robot worden. Oh, ja. Is het niet slecht voor de vruchtbaarheid? Kan het wel bij zwangeren? Dat je dan, ja, maar... En dus die voorlichting moet beter dan eigenlijk? Ja, die moet dan nog beter, nog meer. Want bij heel veel van die zaken denk ik, ja, maar dat is bekend. En daar kan ik wat over vertellen, hoe dat zit. Maar blijkbaar dus niet bekend genoeg? Niet bekend genoeg. Ik denk dat dat nog steeds een belangrijke rol speelt. En het is natuurlijk ook heel moeilijk misschien om mensen te benaderen en welke kanalen je daarvoor moet gebruiken. Dank u wel. Ja.